Helemaal goedenavond. Zoals je hier achter kunt zien loopt Carrie Sleen net het podium af. We hebben de film gezien Pijnstillers. Vanavond in première. Een boek van Carrie Sleen en een film van Tessa Schram. Ik heb hem net mogen zien. Hij is fantastisch. Maar voorafgaand was de première. Rode loper. En die ging zo. Wanneer kunnen jullie in het leven nou een goede pijnstiller gebruiken, Joes? In het leven, zo. Dan zeg je wat. Als je vraagt of ik aan drugs doe, nee, dat doe ik niet. Ja, elke maand als ik ongesteld ben. Ja, tuurlijk. Altijd. Bij een toets bijvoorbeeld. Als ik aan het leren ben voor een toets. Nou. Goed, je kijkt naar haar zo van jou krijg ik wel eens hoofdpijn. Zijn jullie stelletje? Heb je je onderzoek wel goed gedaan? Nee. Was het een pijnstiller? Ik denk op YouTube gaan. Oh. Naar What's New kijk je dan natuurlijk? Tuurlijk, naar What's New kijken. Doen we elke dag. Ja. Top. Ik dacht dat je ging zeggen filmfabriek, maar gelukkig. Ja. Oké, doei Gijs. Oh, nee, doei. Nee, Noah is ook ontzettend tof. Noah is een geweldige gast. Ja, maar, jij zegt en mijn filmfabriek kijk ik ook. En What's New kijk ik ook. Ik kijk het allemaal. Nou, je moet verder. Ja. Dag, het was gezellig. Ah, ik hou het gewoon bij een paar zitten molletje. Ja. Het is nooit dat je denkt van haar, nou ik heb hoofdpijn van hem gekregen, ik moet wel even een paracetamol. Nee, heel soms, maar dan ga ik gewoon een paar dagen weg. Naar een ander of gewoon... Bij jou altijd, toch? Ja, dat is inderdaad zo. Ik dacht, ik zeg niks. Ja, bijvoorbeeld als iemand overlijdt of als iets misloopt en... Ja, ik denk op zo'n momenten wel. Naar Valtifest de afgelopen keer. Oh ja, was ik ook. Ja, dus ik was er ook. Ja, een biertje te veel? Een paar te veel, ja. Na een avondje goed stappen? Ja, dat natuurlijk zeker. Een pijnstiller tegen de kater bijvoorbeeld? Ja, dat kan. Ja, dat wordt gebruikt. Nou, volgens mij na een avond naar stappen, hè? Nee, maar soms heb je wat nodig om... Wat kalmeren. Geen likje M of zo. Nee, man, echt niets voor mij. Doe ik niet aan. Nee. Nee, ik heb er een goede vreet bij als pijnstiller. Oh, geweldig. En wat is dat dan wat je allemaal naar binnen werkt? Alles. Het is echt alles wat ik in huis heb. En alles wat je in je mond kan krijgen, dat duw je gewoon naar binnen. Precies. Nou, daar ga ik verder niet op in, maar oké. Okay. Of een goed potje seks. Dat kan ook, ja. En heb je dan meestal weer een pijnstiller voor nodig, met je vaseline of zo? Nou ja, als je hard gebroken is, heb je natuurlijk ook altijd een pijnstiller nodig. Vaseline? Nee, geen vaseline. Als je hard gebroken is, heb je ook nog wel eens een pijnstiller nodig. Ik vond als het hard gebroken is, of als het stevig gebroken is, dan... Ja, maar wat jij allemaal hoort. En andersom is het wel zo dat je denkt, nou, hou even op, een paracetamol zou fijn zijn. Of een beetje vaseline. Nee. Hey, wat? Niet een beetje vaseline of zo? Nee, dit is... Ik weet niet als het stroef gaat. Nee hoor, het gaat allemaal heel soepeltjes tussen ons, ja. Een beetje vaseline. Vaseline? Wat? Tegen een vrouw zeggen iets over vaseline. Ja, over jou ging het. Nee? Ja, ik weet niet of dit helemaal mag hoor. Ik ken je echt niet, maar ik dacht wel, wat een knappe jongen. Hoe gaat ie? Het gaat super. Chill? Ja. Oké, dankjewel. Hey, dankjewel man. Doei. Die denkt, what the fuck? De film Pijnstillers is vanaf nu in de bioscoop te zien. Dus ik zou zeggen, jongens, hol er naartoe. Hij is fantastisch. Gijs Blom, je bent fantastisch. Je doet het geweldig. Voor iedereen die de film heeft gezien, ik ben heel erg benieuwd. Hoe was hij? Wat vond je ervan? Druk even op de dikke duim omhoog als je dit interview met iedereen leuk vond. En we zien je gewoon weer bij een andere première. Bij een andere aflevering van What's New. En nou ga ik zeiken, want ik moet enorm nodig. Pff.